De avond van het gastschrijverschap van Auke Hulst. Wat fijn dat u hier allemaal door het herfstigste, zeg ik, maandagavond weer bent gekomen en dat u zich hier weer in grote getalen hebt verzameld. Mijn naam is Esmee van den Boom. Ik ben studentlid van de commissie gastschrijverschap van de Rijksuniversiteit Groningen en het is mijn laatste jaar als lid van de commissie helaas. En daarom ben ik extra vereerd en ook extra blij dat ik zo het podium mag geven aan een van mijn favoriete schrijvers. Toen ik Auke Hulst in 2013 interviewde bij een avond van Literair Dispuut Vlaanor, was zijn roman Kinderen van het Ruigeland nog niet zo heel lang uit. En wie googelde op de titel las al snel de woorden autobiografische roman. Ik was geen ervaren interviewer. En ik was heel erg zenuwachtig, maar ik had de stoute schoenen aangetrokken en ik stelde voor een soort spelletje te spelen dat ik had gebaseerd op een passage uit de populaire jeugdboekenserie The Hunger Games. En wie nu gniffelt, inderdaad, zoals Auke vorige week al zei, de mens wordt gevormd door wat hij leest, maar wat hij leest is ook gevormd door wie hij is. Dus voorzichtigheid geboden met de literatuur. Maar goed, in The Hunger Games wordt een van de personages, Pita, als het ware gehersenspoeld door een soort omgekeerde therapie, waarbij gefabriceerde beelden zijn traumatische ervaringen en zijn herinnering vervormen. En hij vertrouwt daardoor niemand meer. En hij wint dat vertrouwen eigenlijk heel langzaam door middel van dat spel. Dus hij speelt met het hoofdpersonage Katniss Real or Not Real. Hij vertelt haar zijn versie van zijn herinneringen en hij vraagt dan iedere keer Real or Not Real. En zo vroeg ik toen in 2013 en misschien ook wel dwong ik Auke tot een soort fact-check van Kinderen van het Ruige Land. Met publiek er ook nog bij. Nou, het is best een interessant spel, real or not real, door de aanname die eraan ten grondslag ligt. Maar verder is het redelijk onzinnig, want wie herinnert zich het verleden precies zoals het plaats heeft gevonden? Kan iemand dat überhaupt? Er is een groot grijs gebied tussen de gebeurtenis en de herinnering daarvan. En de herinnering is vaak ook in een soort narratieve vorm gegoten. En alle herinneringen die we hebben bepalen samen ook weer hoe een nieuwe gebeurtenis wordt geïnterpreteerd en hoe we die gebeurtenis ons weer herinneren. Na Kinderen van het Ruige Land schreef Auke onder andere de romans Slaap Zacht, Johnny Idaho en Ik Herinner Me Titus Broederland. Het zijn boeken met veel fantastische elementen, heel anders dan het realisme van Kinderen van het Ruige Land. Maar zeggen die boeken dan minder over Auke dan dat andere boek en meer over de maatschappij? Want science fiction wordt immers heel vaak politiek gelezen. Of is dat persoonlijke net zo politiek, of het nou waar gebeurd is of niet? In het gesprek met Matthijs Sanders vorige week zei Auke: ik word nerveus van begrenzingen. Toch zou je kunnen zeggen dat hij vaak grenzen opzoekt. Tussen herinnering en feit. Tussen herinnering en fictie. Tussen muziek en literatuur. Tussen het mens als individu en het mens als onderdeel van de maatschappij. Of misschien onderzoekt hij wel dat grijze gebied. Het brakke water waar de vragen op blijven borrelen en waar het antwoord misschien niet ja of nee is, maar van alles een beetje. Vorige week zei hij daarover: brak water is een overloopgebied met een slechte naam. Vanavond bekijken we het eens van de andere kant. Of, pardon, over de grenzen heen. Graag een heel hartelijk applaus voor Auke Hulst. Ja, ben ik te verstaan? Ik heb hier 32 pagina's tekst, mensen. Ik hoop dat jullie amfetamine bij jullie hebben. Zwemmen in brak water. In zijn drang te categoriseren is de mens geneigd in tegenstellingen te denken. Er is dag, er is nacht. Maar wat te denken van de valavond, waarin je nog uren kunt doorvoetballen, omdat de ogen zich aanpassen aan het geleidelijk invallende duister. Er is het atoom, de zandkorrel, de planeet, het heelal. Maar waar begint groot en waar eindigt klein? Er zijn mannen en vrouwen, hetero's en homo's en allerlei gradaties daartussen. Er is land en er is zee.
Maar tegelijk zijn er kwelders en delta's en wordt zoet en zout tot brakwater vermengd. Het een nog het ander, maar vooral ook het een en het ander. De getijden mangroven van de Sundarbans, de schorren van het verdronken land van Saaftingen, de Theems tussen Battersea en Gravesend, de Kaspische Zee. Zoals net al gezegd, brakwater heeft een slechte naam. Dat zit hem al in dat woord, brak. Een peristaltisch woord, een hard en afgeknot woord. Wie brak, knielde voor een externe kracht of barstte in tranen uit. Het been brak, de ruit brak, de vaas brak in duizend stukjes. Wie brak is, wordt door een ingebouwde voorhamer gestraft voor onmatigheid. En bij brak water is de eerste gedachte dat het niet te drinken valt en dat het meeste leven er weinig te zoeken heeft. Maar in realiteit verschilt de tolerantie van planten en dieren voor zout nogal en kan in water met een saliniteit van grofweg 0,5 tot 1 promiel, ja, die grens is toepasselijk vaag, merkwaardig en uniek leven floreren. Van de grote steur tot de Amerikaanse alligator en een vis genaamd drakenkop. Sterker, recent onderzoek suggereert dat de eerste op het land levende gewervelden niet uit zoet water zijn voortgekomen, zoals lang gedacht, maar zich juist hebben ontwikkeld in het brakke water van mondingen en delta's. Deze vierpotige wezens, tetrapods, leefden zo'n 375 miljoen jaar terug, een dubbel leven, deels op het land en deels in het water, en waren zeer goed uitgerust voor sterke variaties in zoutgehalte die in dergelijke overloopgebieden kan optreden. Die hogere tolerantie voor schommelingen heeft de tetrapods, verre voorouders waaruit de amfibieën, dinosaurussen, reptielen en zoogdieren zijn ontstaan en dus ook wij, de kans geboden een periode van massaal uitsterven te overleven. Tijdens de laat-devonische extinctie verdween maar liefst 75% van alle diersoorten, maar niet de tetrapod. U begrijpt het vast al, dit is een metafoor. Als schrijver voel ik me aangetrokken tot overloopgebieden. Ik wil zwemmen in dat brakke water, niet gehouden zijn aan rigide ideeën die mijn bewegingsvrijheid beperken. Ik wil net als tetrapods op land en in zee kunnen leven. Literatuur komt voort uit het rijk van de geest, een binnenwereld die expansief is, onbegrensd. Afbakening ervan is tegennatuurlijk, al worden in de boekhandel en door recensenten voortdurend piketpalen geslagen. Dit is een thriller, dit is literatuur, dit is science fiction, dit is horror, dit is fictie, dit is non-fictie. Dit is poëzie, dit is proza. Wat een continuum zou moeten zijn, en brak water maakt een continuum van alles tussen het extreemste zoet en het extreemste zout, wordt gereduceerd tot kasten en labels, zeg maar kluisters. Hoe daar aan te ontkomen? In mijn werk zoek ik vormen die cerebraal en intuïtief zijn, die geleefde, gedroomde en verzonnen geschiedenis vervlechten, die putten uit het autobiografisch verleden en toch de vorm van toekomstgeschiedenis aan kunnen nemen. Ik zoek plekken waar schitterende ongelukken kunnen gebeuren, omdat het bewuste en onderbewuste er een duet aangaan of een duel. Alleen zo kan ik recht doen aan de rijkwijde van mijn interesses, obsessies, vragen, emoties, historie en het idiosyncratisch dieet van uiteenlopende invloeden. Van literatuur tot poëzie en essayistiek, van film tot muziek en wetenschap en al het andere wat een leven verrijkt. Kortom, aan de smeltkroes van de bovenkamer, waar de enige vorm van alchemie plaatsvindt waarin ik geloof. Ik ben mijn eigen technicus vanavond. Laat ik in dit forum om te beginnen toegeven dat ik geen academicus ben. Belezen wellicht, maar zeker niet conform de kanon.
Ik heb menig Japanner gelezen, maar nauwelijks Russen. En ik ken de Amerikaanse literatuur veel beter dan de Nederlandse, waarmee ik eerlijk gezegd weinig verwantschap voel. Ik ben volgens de heersende academische normen, voor zover ik daar überhaupt zicht op heb, literair en intellectueel scheef gegroeid. Vooral in de strikte zin van het woord ben ik geen academicus. Ik ben niet geschoold in de academische methode. Sterker, ik ben officieel nauwelijks geschoold. Ik heb weliswaar 4 jaar aan deze Rijksuniversiteit ingeschreven gestaan, al waar ik formeel 2 jaar Nederlandse taal en letterkunde en 2 jaar Engelse taal en letterkunde heb gestudeerd. Maar ik heb zelden een collegezaal van binnen gezien en mijn studiepunten waren op de vingers van 0 handen te tellen. Het alsnog toekennen van een bul lijkt me niettemin geheel en al billijk. Kan ik daarvoor een verzoek indienen ergens? Misschien krijg ik dan ook mijn afbetaalde studieschuld terug. Op de vingers van 1 hand te tellen. Niet omdat ik elke dag diende uit te brakken na liederlijke nachten met hete studentes, if only, maar vanwege een sociaal onvermogen dat interactie met de medemens, zo ruim voorradig in een universiteitsgebouw, tot een bron van stress maakte. Van het handjevol colleges dat ik gevolgd heb, herinner ik me vooral de bowlingbal in mijn buik, de bankschroef rond mijn hersenpan en de mijnwerker in die hersenpan, wat ik later ben gaan herkennen als angst. Ik verschanste me in de ontvolkte uithoeken van de bibliotheek, koekeloerend naar dat ene bleke, o zo mooie meisje, een oude dichter zou ongetwijfeld het woord alabaster gebruiken, dat dezelfde vluchtheuvel had gekozen en met wie ik nooit een woord gewisseld heb. Dat is een kwart eeuw geleden, maar het onaffen van die momenten heeft haar in leven gehouden en hier op papier doen belanden. Veel vaker nog zat ik thuis, in een vervallen arbeiderswoning op het platteland, te lezen en te schrijven, op een vreemde manier ervan overtuigd dat het met dat schrijven wel wat ging worden, nee, moest worden, o, jij onontdekt genie, jij prutser, o, too please. Wat moest ik anders? Een baan? Met mijn natuur? Een natuur die me overigens gedeeltelijk door omstandigheden was aangesmeerd. Er zat een fikse dosis nurture bij. Omstandigheden die medegemaakt hebben dat ik juist een schrijver ben geworden die zich buiten de gebaande paden ophoudt. Even wat brak water drinken hoor. Ik denk dat schrijven ten diepste voortkomt uit een wond. Maar zo eenduidig is het natuurlijk niet, want het atypische pad van een scheppend leven, vanaf mijn 5e als striptekenaar, later als schrijver, muzikant en amateurfotograaf, heb ik al zo jong gekozen dat je je kunt afvragen of het een keuze was. En of een wond, er was nog geen wond, behalve de fundamentele van de nog onbenoembare existentiële eenzaamheid, wel de motor was. Was er, meer nog dan culturele achtergrond of problematische omstandigheden, sprake van iets in het DNA? Hoe dan ook, het is gebeurd. Ik heb de outfit van maker op zeker moment aangepast en omdat de outfit me beviel, ben ik ermee vergroeid. Dat literatuur de dominante vorm werd, heeft iets te maken met de liefde voor lezen die ontstond toen ik als 12-jarige net het juiste boek te pakken kreeg. Ik had mijn eerste bibliotheekpas gekregen en ontdekte, na enkele maanden met een ongelukkige hand van kiezen, achter in de dorpsbibliotheek in het gemeentehuis van Slochteren, de kast met science fiction. Die kast, zoals ik elders eens schreef, stond te wachten tot ik, citaat, er iets uit kwam trekken als een pin uit een handgranaat in opmaat naar de geestelijke Big Bang. Einde citaat. Ik kan die ruimte nog steeds terughalen, zien, ruiken. Het TL-licht, het systeemplafond, het evenemententapijt, de stellagekasten.
De exacte indeling, waar de strips en kinderboeken stonden, waar de non-fictie, waar de spanning en horror en waar die ene kast met SF. Ook herinner ik me het gevoel dat bij een bezoek hoorde. Het eerste jaar na de grote ontdekking nog met opwinding, daarna met steeds meer frustratie, omdat ik alles wat er in diezelfde verversde kast stond al gelezen had. Van Heinlein tot Philip K. Dick, van Orson Scott Card tot Ursula Le Guin. In mijn gestileerd autobiografische roman Kinderen van het Druige Land schrijf ik erover. Hoofdfiguur Kai, en dat ben ik gewoon, gebruikt science fiction als manier om te vluchten voor de gezinssituatie waarin hij opgroeit, maar indirect ook als methode om over zichzelf en de wereld na te denken. Een wegvluchten van en een naderen van, als het ware. En tegelijk ook als een middel tot zelfdefiniëring. Citaat. Hij had de loszittende plank in de schutting ontdekt, het gat in het hekwerk, klein genoeg om tegen de omgeving weg te vallen, groot genoeg om je doorheen te kunnen wurmen. Daarachter lag een uitgestrektheid die van hem alleen was. Met dat lezen begon vrijwel simultaan het fanatiek schrijven. Eerst waarschijnlijk om dezelfde reden waarom ik, na het zien van een etappe van de Tour de France, op mijn fiets klom om de brug over het afwateringskanaal te bedwingen. Wat begon met imitatie van andere schrijvers werd steeds meer een persoonlijke uiting. Ook werd mijn leesdieet diverser. Literatuur, biografieën van schrijvers, brievenboeken, veel non-fictie ook. Van humaniora tot de hardst denkbare wetenschap. Cosmologie en kwantumfysica, waar ik maar ten dele iets van begreep. En ik denk eigenlijk dat ik hier overdrijf. Ik denk dat ik er niks van begreep. Juist omdat ik, zoals gezegd, te sociaal angstig was om in te voegen in een vast omlijnd curriculum, ontwikkelde ik me tot een vuilnisbakkenras, de ratje-toe-lezer. En ja, dat weegt nog steeds door in mijn werk, in mijn houding, en wellicht ook in de wijze waarop er naar mijn werk wordt gekeken. Als het werk van een outsider. Een typering waaraan ik misschien, ik geef het toe, steviger vasthoud dan de realiteit rechtvaardigt. Want deze outsider komt ook wel eens op het boekenbal. Deze outsider wordt steeds breder besproken en wint ook wel eens een prijs. Er moet dus iets zijn aan de rol van buitenstaander die me bevalt. Er moet dus iets zijn aan de rol van buitenstaander dat me bevalt en helpt. En niet alleen in de zin dat het mijn zelfbeeld, dwarse eigenheimer, bestendigt. Ik denk dat dat hierin schuilt. De outsider kan wellicht het gecodeerde gedrag binnen groepen niet lezen, maar veel acuter van zij die functioneren binnen de context van zo'n groep, is de outsider zich ervan bewust dat het gedrag überhaupt gecodeerd is. Insiders zijn er gewoonlijk blind voor, zoals een mol blind is voor zijn eigen blindheid. Insiders zijn door de bank genomen stellig over hun breed gedeelde ideeën en minder geneigd kritisch te bevragen, want de kritische vraag is de weg naar de uitgang. De Mexicaanse schrijfster Elena Poniatowska heeft gelijk als ze zegt dat, citaat, grenzen opgelegd door gebruiken, door taal, door wat wel en niet is toegestaan, niet alleen de ander buiten houden, maar ook voorkomen dat zij die ingesloten zijn zich kunnen ontplooien. Einde citaat. Het is niet voor niks dat juist ballingen zo'n grote stempel op de literatuur hebben gedrukt. De balling is ook bevrijd. Als je het over afbakening van literaire subgroepen hebt, heb je het vooral over genre. In zijn klassieke leerboek The Art of Fiction, Notes on Craft for Young Writers, een boek dat ik zeer kan aanraden, ook omdat er dingen in staan om het vurig mee oneens te zijn, schrijft John Gardner dit. En we gaan nu meteen merken dat het een vrij pompeus iemand is, deze Gardner. Hij schrijft dit.
Hoewel het feit niet direct in het oog springt wanneer we naar een kunstwerk kijken uit een tijd die dicht bij de onze ligt, is de primaire overweging van de kunstenaar, de primaire bewuste en onderbewuste basis voor het organiseren van de details in zijn werk, genre. Dit is het duidelijkst in muziek. Een componist schrijft een opera, een symfonie, een concerto, een klankdicht, een suite van volksdansjes, een liederencyclus, een sequentie van variaties of een stream of consciousness compositie. Welk genre hij ook kiest, hij schrijft met hooguit kleine variaties binnen traditionele structuren. Einde citaat. Die structuren, zegt Gardner, zijn sterk, maar hij ziet tegelijk het doorbreken van die structuren middels genrevermenging als de voornaamste bron van vernieuwing. Ook in de literatuur. Gardner laat zien hoe William Faulkner een realistisch verhaal chockvol symbolisme combineert met elementen van de avonturenroman. Hoe Italo Calvino gebruik maakt van elementen uit de science fiction en fantasy en van de beeldtaal van stripverhalen en melodramatische films. Griekse dichters en ook 18e eeuwse schrijvers als Daniel Defoe en Henry Fielding gebruikten, aldus Gardner, al elementen uit populaire genres. En zijn nogal grote woorden deden die schrijvers aan, citaat, de transmutatie van afval tot kunst. Einde citaat. Een soort literaire pop art. Wellicht. Toch zie ik dat het idee dat er een hele duidelijke scheidslijn is tussen literatuur en genrefictie hardnekkig blijft. Het ene is goed voor je, zo betoogde Arthur Crystal een paar jaar terug in de New Yorker, het andere alleen maar lekker. Zeg maar, literatuur als broccoli en genrefictie als Big Mac. Een typering die volgens mij onrecht doet aan beide vormen van tekst en aan broccoli. Crystal en met hem vele anderen creëren een dichotomie op basis van verschillen die minder absoluut en evident zijn als betoogd. Het argument is, kort door de bocht, ongeveer dit. Genrefictie wordt door plot voortgestuurd, literatuur door psychologie. Genrefictie gaat uit van formules, literatuur niet. Genrefictie richt zich op vermaak, literatuur op verdieping. Het proza in genrefictie is clichématig en licht verteerbaar. Literatuur is stilistisch rijk en vernieuwend. Personages zijn in genrefictie zetstukken en in literatuur volwaardige mensen. De onderliggende kerngedachte, geloof ik, is dat genrefictie voor de markt geschreven is en literatuur vanuit een persoonlijke kunstzinnige motivatie. Urgentie. Literatuur zal zich daarom minder aan de lezer gelegen laten liggen dan genrefictie. Crystal zegt dat met zoveel woorden. Genrefictie moet aan verwachtingen voldoen, betoogt hij, omdat de formules van dergelijke lectuur, citaat, zorgen dat we er naar terugkeren. Einde citaat. Wat uiteindelijk het verdienmodel is. Dat ergens naar terugkeren is een interessant gegeven. Ja, lezers keren terug naar Fifty Shades of Shit of naar Nicky French, maar steeds naar een nieuwe aflevering, want de vorige kenden ze al. Er zit te weinig verscholen onder de handelingen om tot een nieuwe ontdekking te komen. Het is een stuk kauwgom waar de smaak al van af is. Naar de beste literatuur wordt even goed teruggekeerd, maar dan naar dezelfde aflevering, die bij nader inzien helemaal niet dezelfde blijkt te zijn. Diepte maakt fluïde, het oppervlakkige versteent. Maar natuurlijk is er genrefictie waarna je wel op die manier kunt terugkeren. Neem het verhoor van Grigoriev aan het eind van John le Carré's Smiley's People. De stijl, het oog voor het veelzeggende in plaats van het generieke detail, de psychologie. Het is literatuur van de hoogste orde. Zoals het werk van science fiction schrijvers als Ursula Le Guin, J.G. Ballard en Philip K. Dick escapisme verre overstijgt. Oh, nu komt het stuk waar ik me kwaad maak. Oh. Oké, ik ga er even voor staan. En laten we wel wezen,
Het is niet alsof literatuur gevrijwaard is van gebrek aan diepgang, epigonisme, manierisme en het al dan niet verkapt herkauwen van eigen of andermans werk onder druk van de commercie. Ik denk aan de wannabe Grunbergs, aan schrijvers die steeds hetzelfde boek schrijven om het opgebouwde publiek te behagen. Aan gymnasiasten die opzichtig Nabokovje spelen, maar dan zonder dienst betekenisrijkdom. Ik denk aan hele volksstamauteurs die, onder invloed van geschoolde redacteuren of simpelweg de cultuur, uitgebeend kinderproza produceren. Cascades van korte amuzikale zinnen, de zin als heipaal, de vreselijkste vorm van onkruid die in de boekhandels woekert. In de Verenigde Staten heeft Ernest Hemingway, een geweldige schrijver zolang hij niet een parodie van zichzelf was, met zijn veel te grote invloed een spoor van vernieling in het literaire landschap achtergelaten. En mijn god, al dat risicoloze workshopproza dat wordt opgehoest door alumni van Amerikaanse schrijfopleidingen, dat perfect gestroomlijnde, prima te vermarkten workshopproza. Genre-literatuur wordt vaak afgerekend op de inderdaad vaak tenenkrommende stijl van de mediocre beoefenaars. Maar gek genoeg heeft niemand het ooit over de redeloze rotzooi die onder de vlag van literatuur wordt gepubliceerd. En hoezo wordt literatuur niet voor de markt geschreven? Er zijn vele bewegingen te herkennen in het literaire landschap, maar een dominante is de commercialisering van literaire fictie. Deels onder invloed van de blockbustercultuur, zoals gevoed door het medialandschap en dus indirect door ons, de mediaconsument. Het gaat in toenemende mate om haakjes die het vullen van krantenkolommen en vooral een bezoekje aan De Wereld Draait Door garanderen. Uitgevers zijn, onder druk van de markt, ook steeds minder bereid in een schrijverschap te investeren. Wat heeft dat alles nog met literatuur te maken? Het zal u niet verbazen dat ik me van harte aansluit bij wat Tonnes Oosterhoff zegt in zijn recente pleidooi voor experimentele literatuur. Citaat. Wie proza volgens ongebruikelijke regels schrijft, kan gigantisch de mist ingaan. En omdat het lezen dikwijls meer activiteit en betrokkenheid vraagt, omdat immers het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Toch is mij die frustratie liever dan de versuffing die me bij Griet op de Beek of Joost Zwageman bevangt. Het is in het experiment dat literatuur leeft. Ook als het resultaat niet overtuigt, wijst de poging wegen naar hoe een aanpak wel kan werken. In de literatuur, vooral in de romankunst, is nog onafzienbaar veel terra incognita, zoveel te ontdekken. Einde citaat. Een deel van die terra incognita, het te ontdekken landschap, ligt niet buiten, maar tussen bekende, of beter erkende, landschappen in. Dat is waar genreformules, die voortkomen uit de verwachtingen van lezers die het vertrouwd zoeken, kunnen worden losgelaten, terwijl de inhoudelijke bouwstenen, de ideeën, samen met literaire middelen in de smeltkroes kunnen worden gegooid. Daaruit ontstaan sterke legeringen. Denk aan David Mitchell's Cloud Atlas, aan menig roman van Haruki Murakami, aan het oeuvre van Margaret Atwood, aan Michel Faber's Under the Skin en The Book of Strange New Things. Denk aan Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go en, hoewel minder geslaagd, The Buried Giant. Denk aan Michael Chabon's The Amazing Adventures of Cavalier and Clay en The Yiddish Policeman's Union. Denk aan Cormac McCarthy's post-apocalyptische The Road. Denk aan de fameuze dystopieën van Orwell, van Samyatin, van Huxley. En dichter bij huis, aan het werk van Hannah Barefoots, aan Aukeline Weverlings In Alle Steden, of aan de nieuwste roman van Rob van Essen, De Goede Zoon. Ik kan wel even doorgaan. En die overloopgebieden beperken zich wat mij betreft niet alleen tot vermenging van genres. Ga ook op ontdekkingstocht in het overloopgebied tussen kunstvormen. Gebruik fotografie in je literaire tekst, zoals Sebald heeft gedaan of Arjen van Velen. Laat muziek en literatuur samenwerken, de graphic novel en de roman. Laat je tekst bezwangeren door de invloed van poëzie en essayistiek. Alles kan als het maar werkt.
Hey, eigen werk. Er is de laatste jaren het nodige gezegd en geschreven over genrevermenging. Toch moeten we door het feit dat die vermenging nu ook in Nederland aarzelend van de grond komt, niet denken dat er al fundamenteel iets veranderd is. Door de bank genomen blijven ideeën over wat wel en geen literatuur is behoorlijk rigide. Nog steeds stelt de literaire goedgemeente zich sceptisch op jegens invloeden uit wat men genrefictie noemt, horror, thrillers, fantasy, science fiction. In Nederland is de kruisbestuiving tussen de hogere literatuur en de lagere genres bovendien beduidend trager op gang gekomen dan in Amerika. Een jong land waar alles eerder begint, ten goede en ten kwade. Soms lijkt het wel of mensen vrezen dat invloeden van buiten de integriteit van het lichaam aantasten, zodat er par douche immuunstoffen moeten worden aangemaakt. Of minder negatief geformuleerd. Soms lijkt het alsof het instrumentarium van genre de literaire beschouwers zo vreemd is, dat het voor hen lastig is zich met een tekst te verbinden. Nu komt er een beetje geroddel hoor. Volgens berichten uit de boezems van weinig discrete literaire juries heeft mijn roman En ik herinner me Titus Broederland meermaals bij leden aanleiding gegeven tot te grote genreverwarring, niet mijn woord. Dat boek is overigens zo eigenaardig dat ook in de science fiction en fantasy wereld uiterst knorrig, om niet te zeggen vijandig, werd gereageerd op de toekenning van de Harland Award Boekprijs, de belangrijkste Nederlandse prijs voor de fantastische genres. Daarin schuilt het risico voor de zwemmer in brak water, door alle poortwachters buiten te worden geschopt. So it goes, zou Kurt Vonnegut zeggen. Want curieus genoeg wat er in de ghettos, waartoe genrefictie van oudsher veroordeeld is, ook fanatiek gestreden tegen literaire invloeden. En dan bedoel ik tegen literaire stijl, tegen de psychologische kenmerken van de roman, tegen een andere dan door plot bepaalde structuur. Dat is deels een afweermechanisme dat is ontwikkeld tegen de minachting uit literaire hoek, deels als negatieve definiëring. Dat is wat ik niet ben. Ideeën bepalen mede ons zelfbeeld en alles wat die ideeën ondergraaft, elke halfvorm, wakkert een defensieve houding aan bij bewakers van de code. Het gilde, zo u wilt, of correcter, de stam. Maar ook hier geldt dat de grenzen nogal arbitrair getrokken zijn en dat ze overloopgebieden verhullen die rijk zijn aan voedingsstoffen. Ik wil u meenemen naar 1970. Het Hotel Claremont in Berkeley, Californië, waar dat jaar de Nebula Awards worden uitgereikt. Na de Hugo Awards, de belangrijkste prijs in de science fiction en fantasy. De Hugo is een publieksprijs, maar de Nebula wordt toegekend door vakgenoten van wie je mag verwachten dat ze eerder geprikkeld worden door vernieuwing. We staan dan aan het begin van wat in de science fiction de New Wave wordt genoemd. Een stroming waarin vormexperiment, psychologie en literaire stijlmiddelen een grote rol spelen en waarin voor het science gedeelte filosofie, antropologie, taalwetenschap, psychologie en sociologie vaak prominenter zijn dan de van oudsher dominante beta-wetenschappen. New Wave rekt de reikwijdte van het genre zo ver op dat het idee van genre zelf in twijfel wordt getrokken. De shortlist in de categorie korte verhalen telt dat jaar menig inmiddels klassiek geacht New Wave verhaal, waaronder Gene Wolfe's The Island of Dr. Death and Other Stories en Kate Wilhelm's A Cold Dark Night with Snow. Er is een speech, er is tromgeroffel, de envelop wordt geopend en de winnaar is geen winnaar. Zoals Scott Bradfield in de LA Times memoreerde, citaat: na een korte stilte stonden tientallen leden van de Science Fiction Writers of America op en begonnen te applaudisseren.
Het applaus dat enkele minuten aanhield, verbijsterde me. Voor het eerst realiseerde ik me dat veel schrijvers en lezers dit vreemde nieuwe fruit dat aan de takken van onze oude bekende bomen hing, niet pruimden. Ze wilden geen verhalen die literair en poëtisch waren en die ver afdreven van de interstellaire slagvelden en de first contact verhalen die de Golden Age zo nu ja gouden gloed hadden gegeven. Einde citaat. Ook science fiction, dat de blik op de toekomst zegt te werpen, is hoofdzakelijk conservatief, regressief zelfs. En vooral ook tribaal. Omdat mensen dat in meerderheid nu eenmaal zijn. In die zin verschilt SF niet van andere genres, nog van literatuur. Dat was in 1970. Maar laten we nu in onze tijdcapsule stappen en naar het Nederland van 2018 flitsen. Eerder dit jaar had ik zitting in de jury van de Harland Award Romanprijs. Een accolade voor de beste roman in de fantastische genres. Een prijs die ik zelf 2 maal op rij heb mogen winnen. Of correcter, ik had dit jaar zitting in de eindjury. De Harland Award, vernoemd naar de in 2003 vermoorde Nederlandse SF en fantasy schrijver Paul Harland, maakte gebruik van een, naar zo blijken, onwerkbaar systeem van 2 juries. Een voorselectiejury, die een shortlist samenstelde uit de inzendingen, en de eindjury, die zich over die shortlist zou buigen. Al direct bij bekendmaking van de shortlist viel me iets op. Dat de naar mijn idee grote kanshebber, de superieure dystopische roman In alle steden van Aukelien Beverling, niet op de shortlist stond, maar vooral dat er hoofdzakelijk fantasy-romans op waren gezet van kleine genre-uitgeverijen. Ik heb toen bij de organisatie gevraagd of de voorselectiejury andere dan kwalitatieve overwegingen had gehanteerd, maar dat was niet het geval, werd gegarandeerd. En inderdaad, het is zeer wel mogelijk dat onder mijn beperkte radar meeste werken het daglicht hadden gezien. En vanuit die gedachte en hoop ben ik de shortlist gaan lezen. Dat viel niet mee. Dat viel zelfs tegen. De gemiddelde ambachtelijke inhoudelijke kwaliteit van de shortlist oversteeg die van de gemiddelde zelfpublishing maar net. Het contrast met Weverlings In alle steden, dat op het moment van schrijven op de shortlist van de Boekspot Literatuurprijs staat, was schrijnend. Welke andere kwalitatief hoogstaande boeken waren door de voorselectiejury gepasseerd ten faveure van deze selectie? Dit was overigens niet alleen mijn gevoel. 4 leden van de 5-koppige jury waren zo geschrokken van de kwaliteit dat er uiteindelijk, na overleg met de organisatie, met pijn in het hart is besloten de prijs niet uit te reiken. Wat mogelijk de doodsteek voor de prijs is geweest. Nader onderzoek leerde dat de voorselectiejury wel degelijk op een andere dan een kwalitatieve agenda had gestuurd. Die agenda zou ik willen interpreteren als het terugveroveren van de prijs voor en door de genrewereld. Deels ook in reactie op het feit dat ik als buitenstaander die prijs de 2 jaar ervoor had gewonnen. Dit verzin ik niet. Dit wordt ook in diverse media, genremedia, met zoveel woorden gezegd. Paul van Leeuwenkamp schreef vlak voor het debakel in het tijdschrift Balustrada over de animositeit tegen mijn werk in een bespreking van En ik herinner me Titus Broederland. Van Leeuwenkamp haalt het juryrapport aan en ja, in de kader van mijn verhaal moet ik nu even citeren, hoewel het een gigantische veer in mijn gereed is. Dus dat moeten jullie me vergeven. Doe maar net of iemand anders dit zegt. Ik doe nu wel net alsof iemand anders dit zegt. Vorig jaar, al dus de jury, won Auke Hulst de Harland Award Romanprijs met Slaapzacht Johnny Idaho. Een science fiction vertelling die volkomen anders is van taal, opzet en onderwerp. Dit jaar had de jury best willen voorkomen dat Auke Hulst de prijs opnieuw zou winnen, maar dat is niet gelukt.
En ik herinner me iets, Broederland is zo overweldigend mooi geschreven en bijtelt zich zo diep in de ziel van de lezers. Dat is wel waar trouwens, hè? Dat we niks anders konden doen dan de Harland Awards Romanprijs 2016 uit te reiken aan Auke Hulst. Van Leeuwenkamp is het daar niet mee eens. De doelstellingen van de Harland Award Romanprijs, schrijft hij, gaven de jury de ruimte om de aanduiding beste roman genuanceerd in te vullen en een van de andere genomineerde romans te bekronen. Bijvoorbeeld De Stad van de Alchemist van Nathalie Koch. Dat was in het licht van die doelstellingen, het promoten van fantastische literatuur, zelfs een verplichting. Einde citaat. Van Leeuwenkamp had ook een aantal mensen uit de genrewereld aan die menen dat Titus Broederland de prijs helemaal niet had mogen krijgen, omdat het boek volgens zelfs ruim genomen definities niet onder de fantastiek zou vallen. Wat me een merkwaardige bewering lijkt. De roman speelt in een totaal verzonnen wereld, in een tijd buiten de tijd waarin een onophoudelijk groeiend zinkgat langzaam het landschap van de gehele wereld opvreet. Realisme. Verwijzend naar definities in Clute en Grant's Encyclopedia of Fantasy concludeert Van Leeuwenkamp dat Titus Broederland wel degelijk onder de fantastiek valt. Het is literaire fantasy, schrijft hij, die samen met de niet-literaire, maar wel vakkundig geschreven fantasy het totale fantasy-genre vormt. Een opvatting die literatuur en genre niet tegenover elkaar zet, maar in elkaars verlengde plaatst. Einde citaat. Niettemin had het boek volgens hem de prijs dus niet mogen krijgen, omdat zijn inziens promotie van het veld voor kwaliteit gaat bij een jonge prijs. Een te billijke opinie, hoewel ik meen dat je je prijs uitholt als je doelbewust een andere dan de volgens jou beste kandidaat bekroont. De gevleugelde uitdrukking wil dat over de uitslag niet wordt gecorrespondeerd. Maar nadat wij hadden besloten om de prijs niet uit te reiken, ontstond er zoveel ophef dat nadere uitleg en debat noodzakelijk werd. Ondanks woedende reacties, een van de genomineerden schreef op Facebook: Auke valt dood. Is het de betere polemiek? Ben ik dat debat aangegaan? Onder andere tijdens een ronde tafel op de dag van het fantastische boek. Vooral de gedachte dat ik als literair figuur de shortlist had gekapiteld op literaire gronden bleek hardnekkig. In een briefwisseling schreef ik er dit over. De scheidslijn tussen literatuur en genre is op zijn minst poreus en naar mijn smaak illusoir. There's only good and bad writing. Een genreboek als Ender's Game is in alle opzichten beter, qua gelaagdheid, ideeën en ook qua stijl en emotionele kracht, dan Dave Eggers' The Circle. Dat hek is geplaatst door mensen die er belang bij hebben, en dat belang is het definiëren en verdedigen van de eigen groep door je af te zetten tegen de ander. En dat is uiteindelijk allemaal angst en niks anders. Zoals velen in de genrewereld doen door badinerend over literair te spreken, en andersom, zoals velen in de literaire wereld doen door hun neus op te halen voor dat wat met genre wordt geassocieerd. En dat heeft aan beide kanten van het zelfgeplaatste hek een negatief effect op de kwaliteit. Omdat de literaire snobs zich afsluiten voor ideeënrijkdom en de genrepuristen zich afzetten tegen een kritische beschouwing van taal, personages en structuur. Iedereen doet zichzelf tekort door zo fanatiek af te geven op de ander. Einde citaat. Hoe dat tribalisme werkt, blijkt goed uit hoe poortwachters romans categoriseren. Titus Broederland is literair en kan dus volgens zelfverklaarde genrepoortwachters onmogelijk tot de fantastische genres worden gerekend. Omgekeerd, George Orwell's 1984 is zo goed geschreven dat het volgens literaire poortwachters onmogelijk science fiction kan zijn, terwijl het er toch alle karakteristieken van heeft. Een flagrant straaltje hiervan gaf recensent Erik van den Berg ten beste in de Volkskrant.
In zijn recensie van Philip K. Dick's The Man in the High Castle, uit 1962. Een bekroonde SF-klassieker in het subgenre van de alternate history. Nu Dick door de literaire wereld is omarmd en zelfs gecanoniseerd in de Library of America, bestaat het van den Berg deze zin uit zijn pen te krijgen. Citaat. De Nederlandse vertaling van The Man in the High Castle verscheen in 1968 onder de titel Laarzen in de Nacht bij uitgeverij Born met de aanbeveling science fiction op de cover. Die aanduiding ontbreekt terecht op de nieuwe vertaling. Tegen zoveel stomzinnigheid is geen kruid gewassen. Verzet tegen het morrelen aan vertrouwde procedees is op zich van alle tijden, van alle genres. Zoals het evenzeer een gegeven is dat de tijd de bewakers van de kanon in het hemd zal zetten. Zoals Jos Muiris en Marieke Winkel schrijven in de inleiding bij het door hen samengestelde Tegen de Schenen, toont de geschiedenis van de moderne literatuur, citaat, ons al vrij snel dat het met name uitgesproken tegendraadse literaire werken zijn die de tand des tijds doorstaan. Einde citaat. Veel van dergelijke werken werden bij publicatie gehoond, verkeerd begrepen, aangezien voor lectuur en geregeld verboden. De cultuur, vaak door inspanningen van erkende literatoren die een lans voor deze of gene auteur brak, draait uiteindelijk bij, al is het dan met de draaicirkel van een olietanker. John Williams' existentialistische Butcher's Crossing werd door de uitgever oorspronkelijk op de markt gebracht als een doorsnee wild westromannetje. Als er cowboys in zitten, kan het toch nooit literatuur zijn? Maar is inmiddels onderwerp van serieuze literaire analyse. Science fiction en fantasy grootheid Ursula Le Guin en misdaadschrijver Raymond Chandler zijn opgenomen in de Library of America. Joyce Ulysses hoeft niet meer onder de toonbank te worden verkocht en niemand zou het in zijn hoofd halen een nieuwe poging te ondernemen William Burroughs' Naked Lunch te verbieden. Zelfs in Nederland, dat oertrage Nederland, kun je gastschrijver aan de rug worden als je werk bezaaid is met science fiction elementen. Hoewel Groningen wellicht wat vooruit loopt, de winst van het op afstand verkeren van de literaire zwaartekrachtput. Wat betekent zwemmen in brak water in de praktijk? Laat ik als voorbeeld het boek nemen dat me bewust maakte van het bestaan van overloopgebied, Kurt Vonnegut's Slaughterhouse 5. Na vooral veel science fiction te hebben gelezen en inmiddels ook het een en ander aan mainstream literatuur, was het Slaughterhouse 5 dat me liet zien welke waanzinnige mogelijkheden kruisbestuiving bood. Met terugwerkende kracht is dat misschien de roman die de meeste invloed op mijn denken als schrijver heeft gehad, hoewel ik bij eerste lezing niet doorhad wat er in dat boek gaande was, al voelde ik het ergens wel. Vonnegut, die in 2007 overleed, wordt meestal getypeerd als een zwarte humorist en een humanist. Slaughterhouse 5 is zijn bekendste roman. Een raar boekje, geschreven in verraderlijk lichte zinnen, in taal waarvoor je geen woordenboek nodig hebt. Maar de inhoud is van zo'n diepte dat je kan blijven herlezen en afbellen. De roman is gebaseerd op Vonnegut's eigen ervaringen tijdens het bombardement van Dresden in 1944. Een van de grootste oorlogsmisdaden van de geallieerden. De oude stad, tot dan gespaard, want militair insignificant, werd volkomen in de as gelegd met brand- en brisantbommen, waardoor een vuurstorm ontstond waarin tienduizenden het leven lieten. Vonnegut, een jonge Amerikaanse GI, was in der tijd in de stad ondergebracht als krijgsgevangene. Hij school met medegevangenen in een ondergronds slachthuis
en overleefde de vuurstorm. Het boek vertelt over deze ervaring op zowel directe als indirecte manier. Het opent met een soort voorwoord, waarin Vonnegut uitlegt hoeveel moeite het hem heeft gekost het boek überhaupt te schrijven, iets wat hem meer dan 20 jaar niet gelukt was. Een gepikeerde opmerking van de vrouw van een mede-veteraan en drinkmakker speelde daarin een belangrijke rol. "You were just babies then," zegt ze. "But you'll pretend you were men instead of babies, and you'll be played in the movies by Frank Sinatra or John Wayne of some of those glamorous, war-loving, dirty old men. And war will look just wonderful, so we'll have a lot more of them." Dus schreef Vonnegut een anti-oorlogsboek zonder Hollywood heroïek. Slaughterhouse-Five vertelt het verhaal van oorlogsveteraan Billy Pilgrim, die na Dresden te hebben overleefd, letterlijk is losgekomen uit de tijd. Hij wordt vrij willekeurig van het ene moment in zijn leven naar het andere geslingerd, zonder enige vorm van chronologie, en tussen de bedrijven door ook nog ontvoerd door wezens van de planeet Trelfamador, waar hij in een dierentuin tentoon wordt gesteld. Dit is kortom een heel raar oorlogsboek, waarin elementen uit science fiction zijn ingepast. Maar niet raar om het raar. Billy zegt op zeker moment over zijn verblijf op Trelfamador dit: "The most important thing I learned on Trelfamador was that when a person dies, he only appears to die. He is still very much alive in the past, so it is very silly for people to cry at his funeral. All moments, past, present, and future, always have existed, always will exist. When a Trelfamadorian sees a corpse, all he thinks is that the dead person is in a bad condition in that particular moment, but that the same person is just fine in plenty of other moments." Pas later begreep ik hoezeer Slaughterhouse-Five over trauma gaat, en dan vooral de posttraumatische stressstoornis van oorlogsveteranen. Zoals ook veel van J.D. Salinger's korte verhalen indirect over PTSS gaan. The Greatest Generation kon niet spreken over trauma. De taal ervoor bestond niet en de macho-cultuur, geen emoties tonen, sterk zijn, was te dominant. Maar Billy Pilgrim's verhaal toont ons de kern van trauma, dat de tijd in scherven slaat en brokstukken naast elkaar laat bestaan en door elkaar heen laat lopen. Een veteraan kan over straat lopen en dankzij een simpele trigger, een ballon die knapt, direct weer daar zijn. Bij de bernbom, in de loopgraaf, in het zwart geblakerde Dresden, waar de straten geplemuurd zijn met de dood. De PTSS-patiënt kan inderdaad loskomen uit de tijd, in een mate die voor gezonde mensen veel minder opgaat. Zoals gezegd begreep ik in eerste instantie niet echt waar Slaughterhouse-Five over ging. Maar op een bepaalde manier raakte het boek toch aan mijn eigen omstandigheden, een mini-oorlogje en een bron van vormende trauma's die ik in mijn werk op allerlei manieren bewust en onbewust heb onderzocht. Ik heb het dan over een jeugd in een afgelegen stuk Groningen, een overleden vader, een moeder zo onbestendig als het herfstweer, een parade van gekrinkte geliefden en schuldeisers die jacht op haar maakten. Een jeugd getekend door fundamentele onzekerheid die resulteerde in isolement. Ik verstopte me in mezelf en in het bos waar ik soms ook sliep als het weer dat toestond. Ik verstopte me in boeken. In science fiction dus vooral. In het verre, verre daarbuiten. In een straks dat niet nu was. Slaughterhouse-Five bood me inzicht in de rekbaarheid. In de rekbaarheid van literatuur. In de wijze waarop het vreemde, het fantastische, iets fundamenteels kan blootleggen. Op een manier die gangbare literatuur niet is gegeven. Andere aanvliegroutes die tussen dodelijke kliffen verborgen stadjes alsnog bereikbaar maken.
Zelf heb ik van dat inzicht bij voortduring gebruik gemaakt in mijn werk. Werk waarin ik soms kunstvormen met elkaar in gesprek laat gaan, zoals in motelsongs, waarin muziek, autobiografie, essayistiek en reisliteratuur thematisch, stilistisch en op allerlei andere wijzen met elkaar zijn verknoopt. Maar waarin ik vooral gebruik maak van de ideeën van allerlei buitenliterair geachte genres om nieuwe wegen te vinden om tot mijn kernthema's, om mijn kernthema's uit te diepen. Dat begint al in mijn debuut, Jij en ik en alles daartussenin, uit 2006. Een roman over de obsessieve liefde en jaloezie van een verlaten man, maar dan in de vorm van een spookverhaal. Ik was zelf verlaten en had het gevoel alsof ik voor de vrouw van wie ik hield niet langer bestond, ja, zo goed als dood was. Terwijl zij juist springlevend was in mijn gedachten. In de roman heb ik die notie letterlijk gemaakt. De verteller is overleden, maar kan zelfs dan zijn ex-vrouw niet loslaten. Als geestverschijning is hij bij haar en moet hij aanzien hoe ze verder leeft en een nieuwe geliefde vindt met alles wat daarbij hoort. In mijn tweede, zelden gelezen, minst gewaardeerde, zeg maar meest gehate, roman Wolfskleren, waar ik toevallig vandaag een stukje uit gelezen heb en ik kwam tot de ontdekking dat het wel meeviel, maar voilà. Misschien ben ik te aardig voor mezelf. Gaat het vooral om de vraag of je je als beschadigd mens uiteindelijk tot de wereld kunt bekeren of dat je je juist steeds verder terugtrekt? Het kernmotief in die roman is de kamer, de afgesloten ruimte, de ruimte die buiten de wereld staat. Het gaat dan om het appartement van de eenzelvige verteller, over de heimelijke peeskamer van zijn enige vriendin, over de ziekenhuiskamer waarin ze ligt te vegeteren nadat ze in een onverklaarbare coma is beland. En uiteindelijk, dat is waar het boek heel raar wordt, over de dimensies waarin ze zich mentaal heeft teruggetrokken, dimensies voorbij de vier ons bekende, waarover ook door natuurwetenschappers wordt gespeculeerd, zogeheten braanwerelden. Het meest eenduidige voorbeeld is mijn dystopische roman Slaapzacht Johnny Idaho, dat onversneden near future science fiction is. Terwijl, en ik herinner me Titus Broederland, in een volkomen nieuwe, gemythologiseerde wereld speelt die is opgebouwd uit vervormde versies van alles wat in mijn leven van belang is geweest. Het is een boek waarin het duale karakter van ballingschap, vrijheid en onveiligheid in een apocalyptische vorm is gegoten en waarin het alles verslindende zinkgat een veelkantige metafoor is voor onze omgang met de natuur, voor de aardbevingsproblematiek in Groningen en voor de grote vernietiger, de tijd, die ons de harde bewijzen van ons leven ontneemt en laat zitten met vaak strijdige herinneringen. In al die boeken probeer ik genre-elementen niet als gimmick te gebruiken, maar als essentieel instrument dat de urgentie van mijn thema's vergroot en me nieuwe manieren biedt om over de wereld en mezelf na te denken. Wat volgens mij ook de essentie van de beste genrefictie is. De volle rijkdom van het gehele spectrum van literaire vormen en genres zal me, hoop ik, ook in de toekomst nieuwe wegen wijzen, nieuwe vormen aanreiken, nieuwe inzichten, nieuwe verhalen. Ja, laat mij nog maar even zwemmen in dat brakke water. Dank u wel. Ik heb niet per se vragen. Ik heb wel een vraag, mocht u geen vraag hebben. Maar het lijkt me leuker als u nog de gelegenheid heeft om wat vragen te stellen. Dus als u een vraag heeft, mag u uw hand opsteken. Dan komt Guus met de microfoon naar u toe. Doe mij een vraag. Yes. Of je bent al klaar. Ik vroeg me af,
Je zei dat je op je 5-jarige leeftijd wel eens ook aan het tekenen was. Ja. Of je er ook opnieuw over na hebt gedacht om misschien in samenwerking met iemand anders een graphic novel nog te zouden willen schrijven. Ik heb er niks over gezegd, maar dat heb ik soort van al een keer gedaan. Oh. Maar nou ja, het is niet... Ik heb in 2007 een reisboek gemaakt samen met een tekenaar, Raoul de Leo. En wij zijn toen met z'n... coast to coast door Amerika gereisd in het spoor van Jack Kerouac's On the Road. Dat jaar 50 jaar bestond. En de vorm die wij hebben gebruikt was dat... We namen allebei Kerouac's ideeën over spontaneous prose. Namen als uitgangspunt. En we probeerden onze ervaring zo ongefilterd mogelijk op papier te zetten. Ik in tekst. En Raoul die had een kistje gebouwd. Sommigen van jullie weten misschien dat On the Road op een grote rol papier, één grote rol papier is geschreven. Van 40 meter geloof ik. Raoul had een kistje gebouwd waar hij papier kon doorrollen. En dat kistje was een soort van zijn tekentafel. Dus hij heeft 30 meter onafgebroken tekeningen gemaakt. Zonder te corrigeren. Nou, ik heb wel een paar keer Tippex gebruikt hoor, zag ik maar. En ik heb ook wel een paar keer de backspace knop gebruikt. Maar dat was... Eigenlijk hadden we dus allebei ons verhaal gemaakt. En we hebben ook niet naar elkaars verhaal gekeken. En die zijn samen in een boek verschenen. Maar ik heb nog nooit samen met een tekenaar samen iets ontwikkeld. En misschien gebeurt dat wel een keer. Dan zou ik dat graag met Raoul doen, want die is zo vies goed. Dankjewel. Hoi Auke, ik heb de vraag, je las je boek... Ja, jij piept, denk ik, of ik piep. Ik weet niet wie piept. Ik ga gewoon zitten, misschien helpt dat. Je las je meest gehate boek terug en je dacht, het valt eigenlijk best wel mee. Ja. Lees je ook wel eens wat van jezelf terug dat je denkt, dat had ik... Dat zou ik nu anders doen? Ik lees eigenlijk bijna nooit mijn werk terug. Of althans, nou, het is een beetje... Je krijgt als schrijver een raar vervormd idee van je werk, omdat... Je moet natuurlijk stukjes teruglezen, namelijk op festivals of bij optredens. Maar je leest dan altijd hetzelfde stukje uit een boek. Waardoor dat boek op een zeker moment in je hoofd gereduceerd is tot alleen die stukjes. En je gewoon vergeet dat er eigenlijk ook nog allemaal andere dingen in staan. Maar ik was hem nu aan het teruglezen, eigenlijk in het kader van een van de volgende lezingen. Ik heb bij dat boek ook namelijk een plaat gemaakt. En het is 10 jaar geleden. Mijn eerste officiële cd. En ook een beetje omdat ik het vorige week met Matthijs over had. Toen zei ik volgens mij ook dat het mijn meest gehate boek is. Ik zeg altijd dat het mijn meest gehate boek is, want dat is namelijk gewoon zo. Maar toen dacht ik, ja, nu dacht ik van ik ga er gewoon eens even... Ik ging vanochtend in bad. En toen dacht ik, ik ga eens even een stukje lezen. En... Het viel me mee. Het is wel compleet van de pot gerukt, dat boek. Maar op een manier die ik wel leuk vind. Maar volgens mij was het ook... dat boek is niet mijn eerste boek, maar mijn tweede roman. Alleen het is wel de eerste roman. Ik was al aan die roman begonnen voordat ik aan mijn debuutroman was begonnen. Dus in zekere zin is het ook een beetje een soort van mijn debuutroman. En mensen die dan... Als je het nu leest... In de context van de rest van mijn werk, dan kun je er misschien makkelijker bij komen dan toen mensen toen lazen. En het is, dan valt het zo zomaar uit de lucht of zo. Het is heel erg. Het is om te beginnen dus raar. Het speelt in allemaal vreemde dimensies. Alle recensenten dachten dat het om dromen ging, maar die hadden de natuurkundige uitleg niet begrepen, helaas. Ja, of ik had het natuurlijk gewoon niet goed uitgelegd. Hè? Het ligt altijd aan de schrijver. Dus het was mijn fout, niet te min. En het is hyper intertextueel. Er zitten, geloof ik, 200 verstopte songtekstcitaten in en zo. En het is eigenlijk een soort van halve hervertelling van Ragnarok, maar dat heeft ook niemand opgevallen. Er zit gewoon veel te veel in. Dat ding is zo fucking chockvol. Maar ik had er nu wel een soort van... Toch wel ergens... Ik dacht van...
wel lol van. Het ding is ook, je krijgt op een zeker moment, dat boek is ongelooflijk afgekraakt. Echt niet normaal zo afgekraakt. En dat neem je ook al die jaren soort van mee. En dat vormt toch ook een beetje je eigen beeld ervan. Waardoor ik er dus ook zelden in heb teruggekeken. Maar ja, weet je, dat zijn maar dagkoersen, blijkt ook maar weer. De tijd schijnt een ander licht op de dingen. En ik kon het nu goed verdragen. Ik kan het jullie allemaal aanraden. Het is alleen nergens te koop. Het is niet beschikbaar. En het is wel een heel onaangenaam boek met zeer veel geweld. En ik denk de Nederlandse roman met de meeste masturbatie. Ik zag twee handen daar. Mijn redacteur moest even lachen om deze opmerking, denk ik, van wat is die jongen nou weer op een rare manier zijn werk aan het aanprijzen? Ja. Of niet? Nee? Ja? Liefst? Nee? Oké. Nou, ik ben hem toevallig net aan het lezen. Ik heb het van de bibliotheek gehaald. En nou, het valt reuze mee, hoor. Score. Ja, ik vind het meer een voorbeeld van een bepaald genre jongeren die ik wel ken. Ik ben zelf veel ouder. Ja. En waarvan ik denk van, goh, wat interessante, leuke binnenwereld hebben die mensen. Maar ben je al aan het eind? Nee, in het midden. Oké. Okay. Ik zeg niks. Nou ja, het maakt niet uit. Ik vind het zeer behapbaar, ja. Oké. Okay. Ja, je hoort het is van een ander. Ik zat me af te vragen, je bent ook recensent en je doet ook wel eens interviews. Pas je daar ook het zwemmen in brak water toe? Herhaal hem nog eens. Ik ben ook Je bent recensent, je doet af en toe interviews. Probeer je daar ook qua de vereisten die vormen van tekst vragen, probeer je daar ook in brak water te zwemmen? Ja, soms. Soms wel. Nou, kijk, een krant biedt niet superveel ruimte daarvoor. Ik heb een keer, als je meer ruimte krijgt, dan kun je dat makkelijker doen. Ik heb een keer Haruki Murakami mogen interviewen. Wat ook wel een voorbeeld voor mij is. Toen had ik heel veel ruimte. En toen kon ik ook wel wat persoonlijkere dingen erin stoppen en ook meer met reportage-elementen werken. En je kunt dan wel. Het is niet gewoon vraag, antwoord, vraag, antwoord, vraag, antwoord. Daar kun je wel wat mee spelen, maar naar mijn gevoel nog lang niet genoeg. En toen heb ik voor een. Later heb ik voor een reisboek van me, Buitenwereld Binnenzee, een lang verhaal geschreven. Dat min of meer gaat over mijn zoektocht naar Murakami. Want ik probeerde die man al 10 jaar te pakken te krijgen en dat lukte nooit. En het gaat dan eigenlijk over allerlei plekken waar ik ben geweest in het kader van zijn werk. En het werkt toe naar dat ik hem ga interviewen, maar het interview heb ik uit het verhaal gelaten. En dat verhaal is wel. Dat is. Ik denk dat verhaal wel veel meer een zwemmen in brak water voorbeeld is dan het interview dat in de krant is verschenen. Ik vond deze vraag fijner dan de vraag die je vorige week stelde, Maarten. Want toen zei Maarten namelijk: ja, ik weet niet, volgens mij is er nog nooit werk van je vertaald, is het niet? Nou, dank je, Maarten. I know. Ja, is mee. Omdat ik weet dat er grote Murakami-fans in de zaal zijn, vroeg ik mij zo af. Wat heb je geleerd van het werk van Murakami? Eigenlijk een soort van overtreffende trap van wat Slaughterhouse-5 mij ook liet zien. Wie zijn de Murakami-fans in de zaal? Zo, hey. You are not alone. Mijn eerste was. En toen werd hij nog niet of nauwelijks in het Nederlands vertaald, was The Winter Bird Chronicle. In het Nederlands vertaald is de Opwindvogelkroniek. Chronieken? Nee, chroniek of chronieken in het Nederlands, weet ik eigenlijk niet. En de terloopsheid
waarmee Murakami het onbestaanbare laat gebeuren, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik stond echt op mijn kop toen ik dat las. Ik dacht, holy fuck, je kunt gewoon veel verder gaan hierin. En ik voelde me wel aangemoedigd, is denk ik het goede woord. Ja, aangemoedigd voelde ik me. Dus niet zozeer dat ik dan iets heel wezenlijks van hem heb geleerd, maar meer dat wat ik eigenlijk al probeerde en al in mijn gedachten al aan het doen was. Dat ik nog misschien wat nog meer fearless, wat is Nederlands zonder fearless? Onbevreesd. Meer nog onbevreesd in mijn werk tegemoet trad. Met als resultaat dat je er soms iets schrijft wat compleet wordt afgekraakt. En dat is een aantal van mijn studenten zit in de zaal. Als je werk compleet wordt afgekraakt, dat is echt ontzettend kut. Maar het is uiteindelijk in de bigger en in het groot, het is niet zo erg. Het is niet zo erg. En soms zegt het iets over de tekortkomingen van je werk en soms zegt het iets over de tekortkomingen van de lezer. Ik heb door schade en schande wel een beetje geleerd dat je het je ook niet al te persoonlijk moet aantrekken. Dit zeg ik even, want ik ga natuurlijk in de komende weken dingen zeggen, jongens. Ik ga super lief zijn, denk ik, hoop ik. En heel veel vragen. Het is allemaal over Murakami. Hoe is die Murakami? Heb jij als zwemmer in brak water enige verwachting waar deze stroming zich naartoe zal leiden? Nee. Nee, 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 nee. Ja, ik wil... En misschien wel hoe jij je daartoe zal verhouden? In principe gaan, hebben we het vorige week denk ik ook een beetje over gehad. In principe gaat bijna al mijn werk over een aantal kernthema's. Alleen ik probeer steeds nieuwe manieren te vinden om daar dieper in te graven en op een andere manier ernaar te kijken. En ik weet bij God niet hoe en ik weet dan ook bij God niet waar ik dan uiteindelijk uit ga komen. Ik ben niet zo heel erg planmatig in die zin. Prima, bedankt. Toch? Nee, wacht even. Mijn redacteur is het niet helemaal met me eens. Herstel. Oké, mijn redacteur gaat nu uitleggen dat ik wel planmatig ben. Hallo. Dat is Liesbeth Vries. Zonder wie ik niet kan bestaan. Hauke is echt een oeuvrebouwer, zie ik in zijn werk. Ik heb jouw laatste 4 boeken gedaan. En weet al een beetje van de boeken die komen gaan. En dat is allemaal wel onderdeel van het grotere plan dat alleen jij voor ogen hebt, denk ik. Oké, ik trek alles wat ik net zei weer in. Het is wel vrij planmatig. En ik denk dat je daar zeker wel ideeën over hebt. Ja, ik ben hier geheel terecht geweest. Ik ben heel planmatig. Ik weet ook precies waar ik uit ga komen. Bij de Nobelprijs voor de literatuur, nee. Oh, wat zeg je nou weer? Naar aanleiding van je voorlaatste opmerking. Ja. Wat voor waarde hecht jij aan recensies? Ik ben natuurlijk een mens. Dus ik hecht in die zin... Kijk, alle mensen willen gezien worden en gewaardeerd. En ik hecht... zeker als je een outsider... Dit wordt een lang antwoord met een omweg. Zeker als je een outsider waant, dan ben je ook misschien wel een beetje extra gevoelig voor berisping door de insiders of zo. En je hebt daar een hele rare dubbele verhouding mee. Aan de ene kant die sukkels, die snappen er niks van. En aan de andere kant alsjeblieft hou van me. Zoiets. Ik weet wel dat die roman waar ik net aan refereerde, Wolfskleren, die kreeg een hele negatieve recensie van Arie Storm in het Parool. 1 ster. En die recensie kan ik ook nog citeren. Die begon met de zin:
Auke Hulst is een dubbel talent, of beter gezegd, hij kan twee dingen niet: schrijven en muziek maken. En dat was, en zo ging die hele recensie door. En dan schrok ik schrok me echt helemaal lam. En dan ben ik lang van de kaart van geweest. Maar naarmate je verder komt en ook beter gaat zien, en ook doordat ik zelf ben gaan recenseren, dat maakt ook veel uit. Dat je ziet ook je eigen beperkingen als recensent en ook de betrekkelijkheid ervan. Kan ik het makkelijker relativeren? Dit is het gevoelsmatige antwoord. Het meer cerebrale antwoord is dat wat ik net zei, dat een recensie soms iets zegt over de tekortkomingen of de kracht van je boek, maar soms ook gewoon over de tekortkomingen van de lezer schuinstreep de recensent. En dat kan ook bij een hele positieve recensie zijn. Dat is een hele ongemakkelijke situatie, dat je een hele positieve recensie krijgt, waar toch uit blijkt dat de recensent er niet zoveel van heeft begrepen. En dan moet je heel blij zijn en die sterren gewoon op je volgende druk plakken. Maar als die er komt, natuurlijk, afkloppen. Maar je moet ook wel, ja, het is ingewikkeld. Je moet wel ook openstaan voor wat er aan negatieve dingen wordt gezegd. Want soms zit er ook wel echt wat in. De kern van de zaak is dat ik uiteindelijk al die dingen voor mezelf schrijf, omdat ik zelf iets wil uitzoeken voor mezelf. Dus in die zin zou niks moeten uitmaken. Maar dat is dus niet zo. Soms wou ik dat ik een robot was. Nee, dat is zeker niet zo. Nou, het is gewoon, ik ben gewoon een mens en dat is dan ingewikkeld. Ik kom niet eens tot een verzuip in dit antwoord. Doe een andere vraag, snel. Ja, zo lang denk ik ook niet. Ja. Je hebt het vooral gehad over de rol van science fiction in proza. Maar zie je ook een rol weggelegd voor science fiction in poëzie? Ja, ik weet niet zoveel van poëzie, maar het antwoord is natuurlijk gewoon ja. Want daar geldt, daar geldt hetzelfde voor. Weet je, als het maar werkt. Dat is het enige wat telt, als het maar werkt. En de enige manier om erachter te komen of het werkt, is door het te proberen. En voor lezers om erachter te komen of het werkt, is door zich volledig open te stellen en niet vanuit kaders tekst te benaderen. Wat natuurlijk nog wel eens gebeurt. Dus ja, maar je smartlappen hebben misschien ook wel een rol in de poëzie, weet ik veel. Misschien heeft fotografie. Anton Doutzenberg heeft op zeker moment een poëziebundel gemaakt met snoekergedichten. En hij houdt erg van snoeker, ik ook overigens. Ik snoeker wel eens met hem. Snoeker is een spel met een vrij groot aantal, ik heb ze niet geteld, zijn het er 15, ik weet het niet. Een vrij groot aantal rode ballen en een roze, een zwarte, een blauwe, een gele, een bruine en een groene bal. En een hele grote tafel met gaten. En de snoekergedichten bestaan uit arrangementen van ballen. En dat zijn de gedichten. En dat moeten wij dan maar interpreteren. Dus soms is er voor poëzie niet eens taal nodig, maar gewoon snoekerballen. Vooral zijn gedicht over Ronnie de Rocket is heel goed. Nu we toch allemaal literaire vormen aan het afgaan zijn. Ik heb altijd het idee dat in kinderliteratuur die grenzen tussen verschillende genres veel vager zijn. Dus ik vroeg me eigenlijk af of je ook kinderliteratuur leest. Nee, zelfs als kind niet. Maar je hebt wel 100% gelijk. En dat is opmerkelijk. Ik ben vorige week was het literatuur. En dan gaan een x-aantal schrijvers, ik geloof 25, worden het hele land doorgestuurd om een soort van leesbevordering op scholen te doen. Middelbare scholieren. En ik ben dan ook bij een aantal scholen geweest. En dan doe je elke dag een aantal uren leesbevordering. Heel leuk. Echt heel leuk. Maar waar je dan er ook achter komt, is dat er heel veel
kinderen, als je gaat, heel veel kinderen lazen veel en die houden op een zeker moment op. En dan vraag je ook wat ze dan lazen. En dat is inderdaad, it's all over the place. Sprookjes zijn natuurlijk een soort van fantasy eigenlijk. Die young adult is heel veel fantasy en science fiction. Maar op een zeker moment gaat die totale vrijheid er wel wat af. En misschien dat, ik weet ook niet, ja, dit is speculatie, maar misschien dat ook bij sommige lezers een rol speelt bij het afhaken. I don't know. Maar heb jij veel kinderliteratuur gelezen? Ik werk in een kinderboekhandel. Oké. Dan heb jij er denk ik iets verstandigers over te zeggen dan ik. Nou ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met dat kinderliteratuur in eerste instantie ingedeeld wordt op leeftijd. Ja. Dus dan heeft het al een categorie. Dan heb je al een kast waar je in zoekt. En nou ja, binnen zo'n kast staat het dan gewoon op alfabetische volgorde. Dus alles staat door elkaar, eigenlijk genre-technisch. Ja. En er zijn wel kinderen met voorkeuren. Maar je hebt ook heel veel boeken die nou ja, gewoon van alles door elkaar gebruiken of zo. Omdat het, daar is veel meer ruimte voor. Maar dan heeft het dus gewoon te maken met in aanraking kunnen komen met. Ja. Want bij volwassen literatuur, nou ja, dat merkte ik dus al toen ik voor het eerst een bibliotheekpas kreeg. Is alles staat, daar staat de horror, daar staat de spanning, daar staan de literaire romans, daar staat de science fiction. En als je eenmaal voor een kast hebt gekozen, kom je niet zo, want die andere kast staat daar helemaal. Eigenlijk ja. Zouden we dat misschien met volwassen literatuur ook gewoon moeten doen. Lijkt me een heel goed idee. Gewoon alles op leeftijd categoriseren. Nee. Jij bent al 56, dit boek mag jij niet lezen. Zullen we nog één vraag doen? Ja. Dan is het 9:30. Ik wilde graag een vraag stellen over... En ik herinner me Titus Broederland, want ik had eigenlijk zelf... Ik ben toe aan uw vierde boek, hoor, dus ik lees uw werk graag. Ja. Maar ik had zelf... Ja, oké. Ja. Ik had best moeite met het excessieve geweld in dat boek. En ik vroeg me af, is dat nou typisch voor science fiction? Of waar staat het voor uw symbool voor, met name in dit boek? Ik heb twee opmerkingen. Als je problemen had met het excessieve geweld in dat boek... moet je zeker mijn meest gehate boek niet gaan lezen. Dat is één. Dat heeft zeker niet met dat genre te maken. Dat heeft met mij te maken, is het eerlijke antwoord. Kijk, dat boek speelt eigenlijk in een psychologisch landschap. Vond je het geweld echt excessief? Ja, ik wel, maar dat zegt misschien iets over mij. Maar natuurlijk zegt het ook iets over jou en het zegt iets over mij en het, zoals dat gaat. Maar het is een psychologisch landschap en het is een heel duister boek. Want het komt uit een zwaar gevoel. En dat neemt ook in die wereld dan bepaalde vormen aan. Dus dat heeft meer met mijn onderbewust te maken dan met het genre. Oké, dank u wel. Kijk, de horror is natuurlijk een ander verhaal. En dat is dan helemaal niet voor jou, denk ik. Maar, want daar is het geweld gewoon echt... Daar is het geweld wel duidelijk aan het genre verbonden. Mag ik nog één vervolgvraag stellen dan? Ik vroeg me af of ik dan... Want ik had geprobeerd om betekenis te geven aan dat excessieve geweld voor mij dan. En ik dacht eigenlijk van... Hey, is Titus Broederland eigenlijk niet het alter ego van de ik-figuur... en is in plaats van een tweelingbroer? Nou kijk, ik heb daar... Ja, deze discussie is vaak gevoerd. Oh. Hè? Matthijs? kijk, ik heb er een bepaald idee over... En eigenlijk wil ik je dat niet vertellen... omdat dat misschien de ruimte voor je eigen interpretatie vernielt. Dus, of misschien van de interpretatieruimte van iemand die dat boek nog gaat lezen. Zal ik je gewoon die vraag niet beantwoorden? Nee, dat is goed. Okay. En ik vond uw lezing fantastisch, dus dank u wel. Dank je wel. Volgens mij zijn we klaar. Afsluit het woordje? Ja.
Dank u wel allemaal voor de echt fantastische vragen. Ik hoop dat u volgende week allemaal weer terugkomt met net zulke leuke vragen. Of mindere vragen, dat mag ook hoor. Als u maar terugkomt, ik zie u graag volgende week. En graag nog één groot applaus voor Auke Hulst.